Goedemiddag, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het Seniorenjournaal. Wat hebben we voor u in petto? Jullie hebben een speciaal rapport uitgebracht. Het rapport ging over het struikelmeldpunt. Wij wilden gewoon eens een keer inzicht hebben van hoe vaak komt het in Den Haag voor dat mensen struikelen en mensen vallen buiten. Want... Wat zijn de meest voorkomende struikelpunten? Toen wij eenmaal begonnen waren met het meldpunt en we gingen dus inventariseren waar de mensen van waar ze vandaan kwamen, was met name in Loosduinen, in Eskamp. Maar ook hier, waar we hier op dit moment staan, rond het stadhuis. Wat zijn dan de klachten? Het ligt gewoon aan een soort van bestrating. Als je hier kijkt, er zijn van die goed bedoelde Belgische leisteen. 25 jaar, prachtig, zag het er heel mooi uit. Maar spiegelglad. En nu met die bouw van Amare is het een en al gatenkaas. Maar je ziet inderdaad stoepen die slecht zijn door onvoldoende onderhoud. En dan zie je dat de bomen, wortels, die drukken die stoepen omhoog. Er wordt ook niks aan gedaan. En op dit moment ligt ongeveer de helft van Den Haag open voor kabels te leggen. En er wordt daarna wordt het even dichtgegooid, maar niet meer door een echte straat te maken. Hoe gingen jullie te werk? Nou, eigenlijk is het dus spontaan ontstaan. Een van onze bestuursleden, Henny Weerman, die was vorig jaar op het Lange voor Hout gestruikeld. De arm uit de kom, elleboog gebroken. Ze zei, ja, en dan? Dan ga je naar het ziekenhuis toe en er wordt alles hersteld. Maar dan kom je thuis en je kan niks meer. Nou, en vandaar zaten we aan tafel met ook met de leden van de Stedelijke Oudercommissie. En die vertelden ook dit soort verhalen. En toen dachten we, nou, dat moeten we dus aanpakken. En toen hebben we dus een meldpunt gedaan. Maar we hebben ook zoveel mogelijk publiciteit gegeven. Dus in de posthoorn, op andere dingen bij Omroep West hebben we geprobeerd aandacht te vragen. En daar kreeg je respons op. En toen schrokken we eigenlijk heel positief wat er zoveel waren. Aan de andere kant is het natuurlijk heel negatief dat er zoveel waren. En toen hebben we dat helemaal geïnventariseerd. Maar we hebben ook alle mensen die gemaild hebben of gebeld hebben, hebben bijna allemaal terug kunnen bellen. Mensen hebben ook het gevoel dat er wat gebeurt. En nu ook met, denk ik, nu met het Seniorenjournaal. Als mensen kijken, denken, hey, er wordt aandacht aangegeven. En we hebben ook afgesproken met onze vrijwilligers. Over een paar maanden gaan we wel kijken. Want er zijn echt een aantal punten, zoals in de Volendamlaan, zoals daar aan de Landreestraat. Daar moet direct iets aan gebeuren. Wij waren erg geschrokken. Want toen we begonnen, we waren met elkaar mensen aan het praten. En we hoorden van een aantal mensen wat er gebeurd was. Ook bij ons aan tafel. Hè? Ook met, we hebben een hele hoop leden die vertelden over af en toe iemand die was gevallen. Maar toen wij dus het struikelmeldpunt, toen bleek dus minimaal 400 meldingen. En toen zeiden we, ja, daar moet echt wat aan gebeuren. Nou, gisteren hebben we dat ook aan de wethouder voorgelegd. De wethouder is ook heel begripvol. Hij zei, en het is ook heel erg belangrijk dat mensen het melden. Want daarvoor hebben we ook een meldpunt. En die heeft ook toegezegd naar ons toe. Ik ga ermee aan de slag. Dat is natuurlijk altijd een mooi ambtelijk antwoord. Maar over een half jaar staan we op dezelfde plek waar we nu gisteren stonden, Landreestraat. Ook wel de Struikelboulevard genoemd. En hij gaf ook een aantal technische inzicht in dingen zoals door die bomen, die worden keurig geplant. En denken ze, oh, dat is hartstikke leuk. Maar dat schijnt dan, als je ze niet diep genoeg zet of de grond om die bomen, om die wortels heen, dan zoeken die wortels een weg en dan blijven ze aan de oppervlakte. En dan duwen ze dus die stoep en die tegels naar boven toe. Kan ik struikelplekken nog blijven melden? Ja, de info het struikelmeldpunt, dat is er in ieder geval. En je kunt ook altijd naar sokdenhaag.nl, daar op de website kun je altijd nog melden. We hebben daar altijd al een openbaar meldpunt. SOS, senior onvriendelijke situaties. Daar kun je altijd dingen melden, ook suggesties naar ons toe, maar ook positieve dingen. Maar met name als je dingen tegenkomt,
doe het gewoon. We hebben toen in die hele periode, na afloop, hebben we 8 routes gelopen samen met vrijwilligers. Maar ik liep ook mee. Maar op punten die nog eens gemeld waren, kwam ik ook nog heel veel dingen tegen. Dus ik verwacht nog steeds, en nog steeds druppelen nog meldingen binnen. Het blijft mooi om naar te kijken. Een digiteel uit het archief van Stichting Haagse Herinneringen. De geur van vroeger. We schrijven het jaar 1958. Na een jaar echt niets gedaan te hebben op de Mulo, lag er een briefje bij mijn vader op zijn bureau dat er geen prijs meer werd gesteld op mijn terugkomst. Wat moesten mijn ouders nu met mij aan? Mijn moeder, die net in de posthoorn had gelezen dat ze bij drogisterij De Salamander winkelbediendes vroegen, kwam dan ook met de vraag of dat misschien iets voor me was. Direct werd er een afspraak gemaakt en de volgende dag, dat was een zaterdag, de mensen werkten nog tot ongeveer 1 uur op zaterdag, ging ik bij mijn vader achter op de bromfiets richting Tweede van de Kunststraat 19, het hoofdkantoor van De Salamander. 'S Maandags kon ik beginnen op de Rijsseksweg 185 voor het loon van 14,45 per week. Guldens dan, hè? Ik meldde me bij de heer Ruighok en werd direct doorgestuurd naar het Broekenhuis in de Boekhorststraat om 2 witte jasgorten te halen die heel veel te lang bleken te zijn. De eerste maanden moest ik heel veel afstoffen en bestellingen klaarmaken, producten prijzen en heel veel petroleum pompen. Want in ieder huis had men in die tijd wel een Aladdin oliekacheltje als bijverwarming in de keuken. Ze stonken enorm en gaven haast geen warmte. Ik heb bij deze man heel veel geleerd. We verkochten losse fotochemicaliën. Dan was je minstens een half uur aan het afwegen en verpakken en de klant moest dan hoogstens 1 gulden betalen. Cosmetica was er nauwelijks. Je had voor de dames Boldoods Eau de Cologne en 4711 en later de lotions van Finolia met als topgeur Tresic en niet te vergeten Maya. En voor de heren was er Fresh Up en Old Spice Aftershave. Als er een dame voor een lipstick of nagellak kwam, werd een armoedig doosje op de toonbank gezet met de woorden: kijk u hier zelf maar naar, want hier heb ik geen verstand van. In 1972 ben ik voor mezelf begonnen en in die tijd veranderde de drogisterij ook heel snel qua assortiment. Producten die altijd het gezicht waren geweest van de drogist verdwenen op de achtergrond of totaal uit het assortiment. Tot 1991 ben ik zelfstandig drogist geweest en heb diverse zaken gehad. Als je nu in drogisterij binnenloopt, dan kun je heel veel producten van vroeger niet meer vinden. De particuliere drogist is in een ras tempo aan het verdwijnen, mede door de komt van zaken zoals het kruidvat en trekpleister en natuurlijk de supermarkten. Jammer, maar de tijd kun je helaas niet meer terugdraaien. Er zijn nog een paar zaken over. Bezoek die eens. Denk aan drogisterij van de Graag op de Groenmarkt, drogisterij Netterzijn in de Varenheidstraat en nog enkele andere zelfstandige drogisten waar je de geur van nostalgie nog kunt ruiken. Nu maken we even wat tijd vrij voor informatie van de gemeente.
Als wethouder verantwoordelijk voor de toegankelijkheid werk ik eraan dat iedereen in deze stad mee kan doen en zich overal welkom voelt. Dat gaat niet vanzelf. Dat betekent rekening houden met elkaar en sociaal met elkaar omgaan. Het toegankelijker maken van onze stad gaat over het wegnemen van drempels en het voorkomen van nieuwe drempels. Denk aan het toegankelijker maken op een fysieke, sociale en digitale wijze op scholen, in openbare gebouwen, op straat, via internet, in winkels enzovoort. Voor de toegankelijkheid hebben wij speciaal een hellingbaan laten aanleggen bij de Bouwgelijk. En we hebben het restaurant zo ingericht dat rolstoelen er makkelijk doorheen kunnen. Plus we hebben een apart invalide toilet, zodat mensen ook rustig en op hun gemak naar de wc kunnen. Ja, de reacties zijn echt geweldig vanaf het begin af aan. Mensen zijn echt super blij dat er een jaar rond paviljoen staat wat zich houdt aan de eisen. Of wat in ieder geval de moeite heeft genomen om zich toegankelijk te maken voor rolstoelen en minder valide. Er staan zelfs een bepaalde routes dat mensen weten dat ze hier met een rolstoel makkelijk naar binnen kunnen en ook naar het toilet kunnen. Nou, we zijn hier in Escher, Museum Escher in het Paleis. En wij hebben hier sinds begin 2019 hebben wij prachtige beleefobjecten voor mensen die blind zijn of visueel beperkt. De ervaring die wij hebben met de eerste rondleidingen en ook met zeg maar, de mensen die het gebruiken, die zijn echt ontzettend leuk. En je ziet daadwerkelijk dat mensen gewoon genieten van het werk van Escher. En dat is juist, het is de koning van de optische illusie, dat is juist heel erg leuk dat ze inderdaad zijn grapjes kunnen begrijpen. Een volledig toegankelijke stad is een stad met weinig hindernissen en obstakels. Natuurlijk, elke stad heeft hindernissen voor mensen met een beperking. Maar het gaat erom of er bereidheid is om die hindernissen weg te nemen. Nu is het zo dat in Den Haag een flink aantal musea goed toegankelijk is. Maar op het vlak van de horeca is nog een lange weg te gaan. Ik ben Leo Dijk, volledig blind vanaf geboorte. Dus ik maak gebruik van braille spraak en ik zie dus helemaal niets. Mijn tip naar ondernemers is: zorg dat je ook als je een beperking hebt, dat je welkom bent. Door ervoor te zorgen dat toiletten goed toegankelijk zijn. Dat terrassen goed toegankelijk zijn, dat ze makkelijk kan vinden. Misschien wel menukaarten in braille opgesproken of kom ze lekker voorlezen. Er zijn zoveel manieren waarop je met best een klein beetje moeite je iedereen gewoon een heel fijn gevoel kan geven. Het is toch weer jaren geleden. Oh, wat is de tijd snel gegaan. De herinnering van vroeger vervagen. Oh, wat heb ik al die jaren gedaan. En als je dan terugkijkt, dan denk je steeds weer een heleboel leven niet meer. 80 jaar, 80 jaar. Je valt langzaam uit elkaar. De houdbaarheidsdatum is bijna bereikt. Dat wil nog niet zeggen dat je morgen bezwijkt. 80 jaar, 80 jaar. Je valt langzaam uit elkaar. Er verandert heel veel in je leven, omdat je niet alles meer kan. Dat moet je dan maar accepteren. Dat kost tijd en je wil er niet aan. Maar de dokter heeft nog zoveel pillen in huis, die houden de zooi aan de gang. 80 jaar, 80 jaar, je valt langzaam uit elkaar. De houdbaarheidsdatum is bijna bereikt. Dat wil nog niet zeggen dat je morgen bezoekt.
zwijgt, 80 jaar, 80 jaar. Je valt langzaam uit elkaar. Maar nu gaan we stoppen met zeuren. Mijn nieuwe vriend, die staat naast mijn stoel. Ik geniet als we samen gaan lopen in de buurt en je hebt weer een doel. De rollator, dat is nu mijn vriend voor altijd. Dat ding wil ik echt niet meer kwijt. 80 jaar, 80 jaar. Je valt langzaam uit elkaar. De houdbaarheidsdatum is bijna bereikt. Dat wil nog niet zeggen dat je morgen bezwijkt. 80 jaar, 80 jaar. Je valt langzaam uit elkaar. Je wereldje wordt wel steeds kleiner, maar het leven dat is nog zo leuk. We zijn nu de echte bejaarden, een beetje krom en hier en daar een deuk. En ga niet te treuren, ons motto zal zijn, een glimlach en een leven vol gein. 80 jaar, 80 jaar, je valt langzaam uit elkaar. De houdbaarheidsdatum is bijna bereikt. Dat wil nog niet zeggen dat je morgen bezwijkt. 80 jaar, 80 jaar, je valt langzaam uit elkaar. Je valt langzaam uit elkaar. Ja. Oh ja. Het oude nummer kunt u verwijderen, knuffel. Nu 1500 euro over. Astrid? Steeds meer ouderen worden opgelicht via een berichtje of een WhatsApp. Betaal nooit zomaar aan iemand die zegt dat hij bekend van u is. Bel diegene eerst op. Niet gebeld, geen geld. Kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Het lijkt een verhaal uit een streekroman. Het verhaaltje dat is bedacht door Ann van de Kolwijk. Woest. Wat dacht hij wel? Haar doodleuk aan tafel even te zeggen dat hij wat afwisseling nodig had en een lang weekend naar Parijs ging? Dacht hij soms dat ze gelukkig was met hem? Zijn controledrang, zijn gierigheid en bemoeizucht, dat zat er al heel lang hoog. Maar ze pikte het niet langer. Ze stond op en keek eens rond in de keuken. Het aanrecht vol met de afwas van gisteren en vandaag. Ook zijn glas met een bodempje drank stond er nog. Nog voordat ze erover nadacht, gooide ze de flessen whisky en rum leeg in de gootsteen. De hele voorraad wijn ging dezelfde weg. Ze dronk zelf notabene geen druppel sterke drank. Was niet gezond voor de vrouw, beweerde hij. Nou, hij dus voorlopig ook niet meer. Op weg naar haar slaapkamer, ja, ze sliepen apart, anders kon hij niet slapen, zag ze dat zijn bureaula open stond. Daar lag haar paspoort en een verdere zoektocht leverde ook nog een envelop op met veel geld. Vast bijeengespaard door haar tekort op het huishoudgeld. Zonder gewetensbezwaar nam ze alles mee. Ze pakte zijn net nieuw gekochte koffer en deed er haar merendeels tweedehands gekochte kleren in. Het dierbare kettingje van haar oma, door hem altijd tot prul genoemd, stopte ze zorgvuldig weg in haar toilettasje. Binnen een mum van tijd was ze weg op haar gammele fiets. Een nieuwe was ze toch niet waard volgens hem.
Bij het kleine stationnetje liet ze hem achter en liep naar binnen. Een trein stopte en ze stapte in. Ze zou wel zien waar ze terecht kwam. Met bonkend hoofd werd ze wakker. Verdwaasd keek ze rond. Langzaam ging ze rechtop zitten en keek van raam naar deur. Ze was in slaap gevallen met haar kleren aan. Maar hoe kwam ze hier? Langzaam herinnerde zich enkele dingen. Ze was met een trein aangekomen. Een man sprak haar aan toen ze onzeker rondkeek. Hé, Susie, waar moet je naartoe? En voordat ze een antwoord had bedacht, bood hij aan om mee te rijden in zijn vrachtauto. Ik zet je wel ergens af. Ze knikte van ja en stapte in. Door het ritme van de motor was ze in slaap gesukkeld. Opeens werd ze wakker en zag dat ze bij een haven waren aangekomen. Zonder na te denken, zei ze tegen de man, die boot daar, daar moet ik zijn. Bij de receptie werd ze opgewacht met de vraag, ben jij die nieuwe? En voordat ze iets kon zeggen, werd ze meegenomen naar een ruimte met kleding. Pas deze even aan, dan laat ik je de kamer zien. Als kamermeisje ben je verantwoordelijk voor de bovenste etage, ongeveer 40 kamers. Vandaag ben je vrij, morgen begint je eerste dienst. Meld je nu om 6 uur bij de receptie, dan eten en drinken we wat. Haar geheugen werkte nu op volle toeren. Ze had gedronken 2 glazen wijn. Toen was ze van de kruk gevallen en iemand had haar op dit bed gelegd. En wanhopig dacht ze, en wat nu? Het werk als kamermeisje op zee ging haar goed af. Ze was natuurlijk thuis goed gedrild door haar man. Eigenlijk was ze haast vergeten dat ze een man had. Gelukkig dat ze geen telefoon mocht hebben, veel te duur. Maar nu hoefde ze niet bang te zijn dat hij haar kon vinden. Ze begon te genieten van haar vrijheid. Het werk was niet zwaar en langzamerhand kreeg ze leuke contacten met collega's. Niemand vroeg naar haar verleden, ze werd geaccepteerd zoals ze was. Aan boord heerste gezelligheid, al waren er ook wel lastige klanten. Die waren duidelijk gewend te worden bediend en ook gewend iemand af te snauwen. Toevallig was ze er ook aan gewend toegesnauwd te worden, maar daar had ze een brede rug van gekregen. Vanavond was ze vrij en ze was van plan in de grote zaal te gaan luisteren naar de band die daar speelde. Maar eerst moest ze eens gaan kijken in de leenhuurafdeling van de dameskleding. De oudere dame die haar hielp merkte op dat ze met haar figuur in elke jurk zou stralen. Dat pepte haar helemaal op. Het bandje speelde fantastisch, maar de zangeres was minder. Ze bewoog beter dan ze zong. Maar de glinsterende mannenogen genoten met volle teugen. Hun dames wat minder, maar het applaus was hartelijk. De volgende dag betrapte ze zich erop dat ze luid alle liedjes zong die ze gisteren had gehoord. Opeens zei een voorbijlopend lid van de band, je hebt een geweldige stem zeg. Blozend weerde ze af, nee joh, ik doe maar wat. De dagen en weken vlogen voorbij en ze voelde zich steeds vrijer en gelukkiger. Tot ze met spoed bij de kapitein werd geroepen. Daar zat ook die man van de muziek. Hij viel met de deur in huis en zei, jij moet vanavond invallen voor de zangeres. Ze heeft keelontsteking en hoge koorts. Van schrik begon ze te stotteren en wilde zeggen dat ze dat niet kon. Maar de kapitein zei heel beslist, vanavond zing je de sterren van de hemel en we noemen je sterren. Misselijk van angst wist ze geen uitweg te vinden. Haar optreden was een groot succes geweest. Ze werd zo overladen met complimenten dat ze omkeek voor wie die bestemd waren. Toegegeven, ze voelde zich fantastisch. Haar nieuwe uiterlijk gaf haar zeker moed. De kapster had haar lokken kunstig opgestoken. De kleedster had een sexy jurkje met bijpassende pumps uitgekozen. En een paar fraaie oorbellen maakten het geheel af. In eerste instantie herkende ze zichzelf niet. De kapitein had haar uren kamerdiensten gehalveerd, zodat ze voorlopig bij de band kon zingen. Daar ontving ze ook een leuk salaris voor. Omdat ze aan boord nu een bekend persoon was, benaderden de deelnemers haar op joviale manier. Opvallend was de opdringerigheid van oudere mannen. Maar met haar getrouwd verleden in gedachten hield ze daar afstand van. Haar vrijheid was haar te lief.
Ze was nu een jaar aan boord en het afwisselende leven beviel uitstekend. Nog één weekje, dan gingen alle passagiers van boord. De band wilde een tour door verschillende landen gaan maken. De oorspronkelijke zangeres had zich verloofd met een gepensioneerde rijke man. En de bandleider had aan haar gevraagd of ze mee op tournee wilde. Nou, of ze dat wilde. Haar nieuwe leven was hectisch, druk en toch geweldig. Ze sloot vriendschappen met mensen van de belichting, de kleding en de kamermeisjes van de hotels. Haar stem werd zelfs beter en het repertoire uitgebreider. En niet onbelangrijk, haar spaarsaldo groeide maandelijks. Overdag liep ze door steden waar ze alleen ooit eens over gelezen had. Soms volgde ze een gids, zodat de gebouwen gingen leven. Wat haar trof waren de vele bedelaars en armoedige kinderen. Daar moest toch iets aan gedaan kunnen worden. Ze overlegden met de bandleden en ze besloten tot een benefiet optreden. De opbrengst zou gaan naar een opvang voor kinderen en daklozen. Grote affiches door de hele stad kondigden het speciale optreden aan. De burgemeester, het stadsbestuur, directeuren en mensen die graag lieten zien betrokken te zijn met de armen van de stad, allen waren aanwezig. Men overtrof elkaar met gulle gaven en de opbrengst was gigantisch. Sterren zongen sterren van de hemel en beloofden ook in andere steden een dergelijk optreden te geven. Het nieuws kwam in de kranten en zelfs op tv. En soms vroeg ze zich af hoe lang dit leven nog kon doorgaan. De tour liep op het eind. Tot zover fantastisch. Maar af en toe verlangde ze naar een beetje rust. Het was nu 5 jaar geleden dat ze man huis en haard verliet. Ze had veel vrienden, overal verspreid, waar ze trouw contact mee ophield. Nu hield iets heel anders haar gedachten bezig. Onder al haar vrienden was er één die haar hart in vuur had gezet. De vlam was overgesprongen tijdens een chic etentje bij een burgemeester. Ze was helemaal van slag. En deze knappe spetter had haar gevraagd samen een nieuw leven te beginnen. Levend van geluk had ze ja gezegd. Nu, vanavond was er een optreden gepland in het plaatselijk theater. Zoals altijd keek ze voor aanvang even de zaal in. Die liep al aardig vol. En net wilde ze weglopen toen haar oog op een man en een vrouw viel. Ze verstijfde van schrik. Met ijzeren zelfdiscipline dwong ze zich haar songs te zingen. Tussendoor moest ze af en toe even naar dat stel kijken. Hij een beetje vatsig onderuitgezakt en zij triomfantelijk met een air van bezit. Aan het eind van haar optreden zocht ze oogcontact met de man. Geïnteresseerd keek hij terug, tot hij met een ongelovige blik bleek achterover zakte. Na het daverende applaus en de vele bloemen mengde ze zich onder de bezoekers. En ja, daar liep hij op haar af, de vrouw achterloos opzij duwend. Vlak voor haar staand wilde hij zijn handen op haar armen leggen. Ze deed snel een stap achteruit en vroeg ijzig: hoe was Parijs? Bedankt voor uw aandacht en heel graag tot ziens.